Wout, je rentree gemaakt met een 3-1 overwinning. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Goed. Ik denk dat de eerste helft domineren. Eigenlijk de hele wedstrijd wel. Die eerste goal iets te laat maken. Maar toen die ene er één keer in lag, was het eigenlijk niet meer een hele moeilijke wedstrijd, vond ik. Die tweede kwam best wel snel achteraan. Dus ga je met 2-0 de rust in. Ja, dan is die wedstrijd in principe wel normaal gesproken klaar. Dan maak je ook nog de 3-0 met een mooie goal van Virgil. Jammer van die 3-1, moet ik zeggen. Ik zag het niet helemaal goed, want ik was aan het warm lopen. Maar dan wordt het soms nog een beetje tricky als hij dan nog valt. Maar uiteindelijk niet in de problemen gekomen. Ja, je zegt het mooi. Je was alweer aan het warm lopen. Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, heel fijn. Kijk, ik voetbal natuurlijk niet om in een gym te zitten. Om bij ProF met Ralf Speerstra of hier met Wouter Vos te revalideren. Is niet dat het een ramp is, maar ik sta liever op het veld om met de jongens te trainen en te voetballen. Dat is natuurlijk het leukste wat er is. Hoe hebben jouw afgelopen weken, maanden eruit gezien? Pittig. De jongens waren 2,5 week vrij in de winterstop. Dus ik heb doorgetraind met Ralf bij ProF. Omdat ik geopereerd was aan mijn voet. Ze hebben een stukje bot weggehaald wat mij in de weg zat al vanaf januari eigenlijk. Ik heb 2 keer een injectie gehad om dat weefsel wat rustig te houden. Dat lukte heel goed, moet ik zeggen. Daardoor kon ik ook gewoon spelen. Alleen dit was een uitstekend moment om die operatie in te plannen. Omdat ik nu daar geen pijn meer heb. Dus ja, dat is een stuk fijner dan met pijn voetballen. Want ja, dat stukje bot dat prikte constant in mijn weefsel. En dat deed gewoon heel veel pijn. Dus nu ben ik vrijer om te spelen. Hopelijk ook met minder blessures. Want daardoor zou misschien ook mijn kuitblessure wat de oorzaak van kunnen zijn. Dus ja, het was wel een pittige periode, moet ik zeggen. Ik heb wel veel pijn gehad in het begin een beetje. Daarna wat minder, dat loopt natuurlijk een beetje af. Maar kijk, rationeel weet je, er komt een eind aan deze revalidatieperiode. Alleen, emotioneel zit je er soms wat anders in. Dan denk je, vandaag is niet zo heel veel anders dan gisteren. En niet zoveel anders dan eergisteren. En dan duurt het soms te lang. En ja, dat is voor elke voetballer denk ik hetzelfde. Als je een keer een blessure hebt meegemaakt, dan weet je dat. Dus ja, pittig is het zeker. Maar goed, als het op mentale weerbaarheid weerkomt, dan heb ik niet zo'n probleem. Hoe gaan de komende weken er voor jou uitzien? Dat zou ik aan de trainer moeten vragen. Maar ik ben vanaf nu weer volledig in training. Dus ik heb nu iets minder dan een week meegetraind. Volledig dan. Daarvoor wel wat kleine gedeeltes. Dus paas en trappen en wat zonder weerstand. Dus dat mag nog niet echt trainen heten. Dus ja, ik ben nog niet op 100% fitheid. Ik zal nu zeggen dat ik 70% ben of zo, 80%. Dus er moeten nog wel wat stappen gemaakt worden qua fitheid. Dus ja, zoals vandaag kon ik niet meer dan 20 minuten spelen. Dus als de uitslag of de stand tussendoor goed was, dan kon ik invallen. Anders dan was het weer een beetje tricky met een verlenging. Maar in de toekomst kan ik gewoon volle bak spelen. Dan zien we je zaterdag weer. Ja, zeker. Ben ik erbij. Leuk.